Iets met verkiezingen of zo, want we zien het eigenlijk elke keer gebeuren in aanloop naar verkiezingen. De obsessie voor Turkije, voor Turkse Nederlanders, voor moslims, voor de islam neemt enorm toe in deze periode. Gisteren zagen we bijvoorbeeld een rapport van de NCTV die van onwaarheden, leugens en veronderstellingen aan elkaar hangt. En elke kenner die prikt er natuurlijk zo doorheen. Maar wat zijn de reacties nou uit de Nederlandse politiek? We zien dat de ChristenUnie Gert-Jan Segers aangeeft, beëindig het Turks EU-kandidaatlidmaatschap en erkent meteen ook even de Armeense genocide. Dilan Yeşil, de Zegerius van de VVD. De VVD verbiedt terroristische groeperingen. Nou, ik zou zeggen, begin bij de PKK, mevrouw Yeşil, de Zegerius. Van den Bergen van GroenLinks geeft aan dat hij het bizar vindt hoe Erdogan steeds weer islamistisch extremisme probeert aan te jagen. De PvdA, D66, alle politieke partijen storten zich als een havik hierbovenop, omdat ze denken dat ze hiermee stemmen kunnen krijgen. We zien het vaker gebeuren in verkiezingstijd. De realiteit is dat we zien dat Turkije een van de landen is die keihard is getroffen door terrorisme in de afgelopen jaren. Tientallen mensen, honderden mensen zijn gesneuveld vanwege laffe terroristische aanslagen. En nu proberen dat land extremisme in de voeten te schuiven, dat is goedkope politiek. Er moeten nog twee ministeries en twee veiligheidsdiensten naar het onderwerp kijken, maar de Nederlandse politiek heeft de reactie al klaar. Wij als DENK strijden in deze Tweede Kamer. We staan op voor alle Nederlanders, ongeacht hun etnische achtergrond, ongeacht hun religie, want iedereen doet ertoe. Iedereen hoort erbij. We laten niemand in de steek. Denk anders. Stem denken.